Ik ben een hele gelukkige vrouw. Dat komt in de eerste plaats op mijn man. Enk is een hele fijne man voor mij. En het komt ook door het feit dat we goed kunnen praten met elkaar over dingen. Dat doen we eigenlijk elke avond. Gaan we na het avondeten, ga jij even op de bank liggen, ik doe een afwas. Ik leg de kinderen even op bed. Ik strijk er nog even wat er gestreken moet worden, ik leg je kleren klaar. Hè? En dan gaan we praten. Dat doen we behalve op woensdag. Op woensdag hebben we onze verplichte cursusavond. Althans jij. Ik doe nu een computercursus. Het is, ja, de kinderen doen spelletjes en zo. En ik weet helemaal niet, als ze gaan willen space en vaderen, dan weet ik helemaal niet hoe dat werkt. Dus daar doe ik nu een cursus voor. En jij doet de cursus Italiaans. Bella Italia. Ontzettend leuk, want we willen naar Italië. En dan is het fijn als jij gewoon een buccia Italia kunt praten. Dat ging heel goed. Elke avond komen we uit cursus. Ik ben er iets eerder, omdat ik het thuis doe. Ik maak dan lekker stokbrood in de oven. Wat lekkere paté erbij. Zalmsalade. Ossenworst. Nou, op een avond. Ik zat te wachten. Ik kwam iets later thuis. Normaal kwam ik om 11 uur thuis. Het was opeens, nou, ik geloof 10 over 11. 10:15 heb ik de politie gebeld. Toen kwam hij ook binnen. Ik zei gelijk ciao. Ik was heel opgelucht. En jij was een beetje norsig. Hij was een beetje norsie. Maar dat vind ik helemaal niet erg. Je wil ook een keer niet praten, dus ik dacht, nou, dat wilde niet. Of een week later zat ik weer met die stokbrood en ik had een ontzettend lekkere quiche gemaakt. Quiche Lorraine. En toen kwam je dus weer later thuis. Het was 2:30. Inmiddels had ik opsporingsverzocht al gebeld. Nee, grapje. Maar in ieder geval, je kwam heel laat thuis. En toen zei ik, wat is aan de hand? En toen zei je, ik ben verliefd. Nou, daar hebben we heel erg over gepraat. Wat verliefdheid voor jou inhoudt en wat voor mij inhoudt. En toen zei ik, is het een leuk meisje? Toen zei je, nee, het is een jongen. Dat is zo gek. Dat verwacht je nooit. En zeker niet van Henk. Want ja, je hebt nooit naar jongens gekeken. Ik kon je ook nooit in een strakke zwembroek krijgen of zo. Je zat altijd met een boxershorts of met een lange mouwen liep je altijd. Nooit een permanentje. Ja, nou, heb nou een koepje lijstje erin. Maar dat was echt, hè, omdat ik het graag wilde. Dat was gewoon verjaardag eigenlijk. Heb je die koepje lijst gedaan? Ik zei, nou, wat voor jongen is het, hè? Dat vond ik, was benieuwd. Nou, het was van de Italiaanse les. Giorgio. Dat is de mentori, hè, de leraar. Ik zei, nou, we nodigen hem een keer uit. Ik had een ontzettend leuk dinertje gemaakt. Met allemaal Italiaanse dingetjes, hè. Dolmades. Ik had lasagna gemaakt. Tiramisu. Hè? Ossobuco. Een soort trineetje met z'n drieën. Was heel gezellig. En Giorgio kwam er toen bij. Hè? Nou, dat is op het begin heel gek natuurlijk. Omdat je toch... Ja, hij praat ook geen Nederlands. Dus het is... ja, het was stress difficile, hè. Heel erg moeilijk. Nou, we zijn aan het praten raken. Toen kwam dus jij met het verlossende woord. Mag Giorgio hier komen slapen? Dat vond ik heel moeilijk. Echt heel moeilijk. Maar ik, ja, dan praat je daarover. En toen om 2:30 s'nachts, toen dacht ik van, nou, oké. Toen hebben we z'n drie op bed gelegen. Dat was heel erg fijn. Dat, ja, dat zie je dan samen zo heerlijk spelen. En ik had toch... ik had de Viva nog niet uit, dus ja, als het bedlampje aan mag, vind ik het niet zo heel erg. Nu zijn we eigenlijk een stukje verder met elkaar gekomen. Ik doe nu ook een les Italiaans met Giorgio, de huisvrouwenles. Dat is ontzettend leuk. En ik slaap nu wel op de logeerkamer, want Henk moet kunnen kiezen. Dus niet dat ik s'avonds al moet liggen. Dan moet Henk toch denken, wie neem ik nu? He, dat is mij ook, voor ons ook een verrassing, een surprise zo. Bij wie die nu weer komt, hè? Of bij jou, bij Toya, of bij mij in mijn logeerkamertje. Nou, dat is inmiddels al 4 weken geleden, maar ja, je bent vrij in je keuzes, daar hebben we het over gehad. En ze gaan volgend jaar ook 3 maanden naar Indonesië.
Omdat ze dat moeten kunnen doen. Hè? Nou, en ik ga met de kinderen naar Ede. Dat is ontzettend leuk dat maakt. Nou, wat jij ook heel bemoedigend elke keer zegt als ik het even niet zie zitten. Van, we komen er wel uit. Ja. Dat vind ik gewoon heel fijn.